Dag dames en heren, welkom bij een nieuw programma bij Omroep Krijtland. Schriefwiezer. Als je het programma volgt, dan weet ik zeker tot je op een gegeven moment Wiezer gaat schrijven in het dialect. Dat is de bedoeling. Lord, niet Lord. En van de meester Paul Welen leren voor in 7 lessen de belangrijkste regels om te kunnen schrijven in het Limburgs. Een vogel. Een vogel. Een vogel. Ook laten voor lui uit allerlei Krijtlanddorpen aan het woord. Kiek, doet met Inge Vogel en Schrief Wiezer. Schrief Wiezer. Zondag 2 november aanstaande houdt Walpot Uitvaartzorg en Crematorium een open dag. Bezoekers krijgen informatie over de verschillende aspecten rond het thema uitvaart. Bij de diverse onderdelen en faciliteiten in het crematorium wordt ter plekke uitleg gegeven. Wij heten u van harte welkom op zondag 2 november aanstaande van 1 tot 4 uur. Ja, dames en heren, gezien, ik ben weer door ons prachtig Krijtland aan het koetsen. En om te kunnen blijven koetsen en ook om alles goed georganiseerd te krijgen bij de omroep, missen we eigenlijk nog eens. Als je nu zit te kijken en je denkt van, hey, de omroep Krijtland, dat vind ik wel een leuke omroep, dat geeft me een beetje aan het hart, want dat leuk, zie je in wat voor een schone omgeving dat ik woon, dan heb ik misschien schetvuurig. Verzoeken namelijk een coördinator. Of een coördinatrice. In ieder geval Emes, die zich verbonden voelt met het Krijtland. Dat wil zeggen met alles wat gebeurt in de gemeente Gulpen, Wettem en Vals. En die geer deel uitmaakt van onze omroep. De bedoeling is dat je dan op de hoogte zit van wat speelt er allemaal. Wat kunnen we als omroep Krijtland allemaal opgenomen. En wij moeten dat gaan doen. En uiteindelijk weet je dan ook wij is hoe we met bezig. En bepaalt je voor een heel groot gedeelte het beeld van onze omroep. Nou, als Geer die spin in het web wilt zien, als Geer die coördinator wilt zien voor ons, meld u dan aan. De adresgegevens die komen in beeld. En dan wil ik heel Geer met u kallen. En dan leid ik u Geer in de geheimen van de omroep. En dan kan Geer samen met ons ervoor zorgen dat we heel schoon programma's kunnen blijven maken. Ja, maar door dat water gewoon niet meer varen. Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar Omroep Krijtland. In het regiojournaal ziet u een interview met wethouder Ruud Verhoeven. Op zijn werkplek, het gemeentehuis van Gulpen-Wittem, heeft chef Bonten een interview met hem over de kwestie het sportcomplex van partij, ja of nee.
Het college van BNW van de gemeente Gulpen-Wittem heeft na een lange radiostilte de kiezen van elkaar, want men wil eindelijk wat meer openheid van zaken geven over het sportproject Partij. Meneer Verhoeven, wethouder, wat was de aanleiding om nu eindelijk weer eens naar voren te treden en de opponenten tegen het sportproject Partij van de Repliek te dienen? De aanleiding was dat wij datgene wat er aan kritiek allemaal op tafel gekomen is, dat wij de indruk hebben dat wij daar een goed antwoord op hebben liggen en in ieder geval zoveel antwoorden dat we met die partijen weer rond de tafel willen om te kijken of we erin geslaagd zijn om hun kritiekpunten inderdaad een stuk van tafel te krijgen. U hebt verbeteringen in petto, waar komen die in het kort op neer? Heel in het kort, ik denk dat de meeste kritiekpunten zich toespitsen op landschap, op natuur en op uitzicht. Als het gaat om mensen die aan het terrein wonen, wij hebben het idee dat we heel ver gebleven zijn van de bedreigingen van de natuurwaarde. Dat we door de zaak anders in te richten zelfs natuur kunnen winnen op dat terrein. En daarnaast is het zo dat het uitzicht van mensen die daar direct aan wonen, dat die dadelijk het voordeel hebben dat ze bijvoorbeeld geen gebouw voor de neus krijgen. Dat helemaal buiten de zichtlijnen van de bewoners gehouden wordt. Zijn deze contraien misschien geconcentreerd rond Partij en Gulpen? Zijn die helemaal geporteerd voor de visie van het college van BNW wat betreft fusering, et cetera? Nee. Maar wees gerust, er komt niets op dat terrein onder dwang. Geen club wordt gevraagd om te fuseren, geen club wordt gevraagd zelfs om daarheen te komen, maar het aanbod ligt wel naar iedereen van, goh, als je het in je eigen kern niet meer bolwerkt, dan kun je overstappen naar Partij en dan wordt daar gezorgd dat er centraal voor jouw sport of voor jouw activiteit anderszins een goede voorziening ligt. Een innovatief project dat gewoon faciliteiten schept, maar dan zit u toch met leegstand eventueel? Zelfs op termijn, als men niet wil? Nee, dan zit ik niet met leegstand. Dan zit ik met een akker waar gerst op staat voor de brouwerij. Of zoals nu op dit moment, dan is de boer daar zijn aardappelen aan het rooien. Er is een terrein aangekocht dat in potentie gebruikt kan worden. Doet zich dadelijk de situatie voor dat niemand daar wil zitten, dan doen we niks. Er komt dus geen leegstand. We beginnen pas iets te doen op het moment dat er belangstelling is en dat we kunnen exploiteren. Is cruciaal in dit project ook de gemeenschapszaal Partij die aan een grote renovatie toe is? Bijvoorbeeld. En die mensen die staan niet voor niks te trappelen, want hun huidige accommodatie is echt beneden de maat. Daar ben ik het onmiddellijk roerend mee eens. Dus alleen al in hun belang denk ik dat we heel snel rond de tafel moeten om het deel gemeenschapshuis, want dat komt ook in hetzelfde complex, om dat met hun te bespreken, kijken wat ze daar van eisen en verwachtingen bij hebben, kijken hoe we dat in kunnen passen in het geheel. En aan de andere kant, sportgroeperingen, bijvoorbeeld de tennisclubs van Gulpen-Wittem, dat zijn er 3, die willen daarheen. Handbalclub heeft, 5 handbalclubs hebben aangegeven, wij willen daarheen. En FC Gulpen heeft aangegeven, wij willen daarheen. Nou, dan hebben we het al over een behoorlijk potentieel aan eerste gebruikers van het terrein, waar we onze handen de komende maanden helemaal aan vol hebben. Wanneer zullen de protestborden van de opponenten op dat weiland bij Partij wijken voor een warme handdruk? Ja, ik hoop natuurlijk heel gauw, maar ik heb ze niet geplaatst, dus ik haal ze ook niet weg. En nogmaals, ik hoop van harte dat vrij binnenkort het duidelijk zal zijn dat wat we daar nu gaan maken, dat tegemoet komt aan ook een heel groot deel van de bezwaren van mensen die daar bijvoorbeeld met natuur en met uitzicht heel erg in de maag gezeten hebben. En ik hoop dan dat daar die handdruk wel op volgt, maar laten we daar eerst eens even rustig met ze over gaan praten.
Als u naar buiten kijkt, is het niet mis te verstaan dat we weer beland zijn in de herfst. In een nieuwe aflevering van Eigenwijs Tuinieren ziet u Mark en Roel. Zij geven u weer de nodige tips over hoe we langzaamaan de tuin weer winterklaar kunnen maken. Ah, Luide Zandvoerweg, met een nieuwe aflevering van Eigenwijs Tuinieren. We zitten nu in het najaar. We willen weer de voorbereidingen van de winter goed treffen. De blaren zijn flink aan het vallen. We gaan nu beginnen met het snoeien van de knotwillig. Bij de knotwillig mag het niet zoveel uit wie niet dat ze snoeit. Een beetje eigenwijs, hè? Zo is het programma ook. Je kunt een najaar snoeien, 2 jaar, 3 jaar, juist wie groot ze wil te worden. We gaan hem nu snoeien, dat soort voor 2 jaar. We doen het nu om te met deze stek die aan het juist een dikte voor een afrastering te vlechten. Laat het dadelijk zien. Hol, snoeien het weer. Goed, oh, helst me toch helemaal op. Nou, begin maar op te doen, normaal. Ochte rozen kennen nu het nieuwe jaar lichtelijk terugknippen. Flink terugsnoeien dun van 4 jaar, maar de tupjes worden nu het nieuwe jaar rood. Met 4 jaar snoeien ze terug met de gewoon met de snoeischier. En in het nieuwe jaar kennen dat gerust met de heggeschier doen, omdat het toch een beetje rauwweg voetsnoeien is. Stunt hier bij een bromenboom. Normaal gewijs snoeien ze hem als de bromen zijn gevallen. Ja, daar ziet, hier is het niet gebeurd. De boom zit sowieso ook vol met waterlood. Dat doen we nu al nog goed halen en snoeien dan voor volgend jaar. Het waterlood, het zijn allemaal de tek die wat regenmoeig gunt. Zoals hier ziet je hem heel goed. Dit is waterlood. Dan kunnen we gewoon recht aan de tak kinderen hem afknippen. En zo loopt er een ganse boom door. Zo wie er weet, we zitten nu in het najaar. We gaan nu voorjaars bloeiende bollen planten. Dit dun voor een 10 centimeter diep. En we moeten erop letten dat ze met de kupjes moeilijk zijn. Ik heb kiezen mooi, ja. We zitten nu in de herfst. Dan zie je dan de prachtige herfstkleuren overal. Hoe erop met leten nu is dat er wel even alle dakgoten en waterloopjes een beetje bladvrij hield. Dat het water ook goed kan doorlopen. Hier weer af, ja, wel gans verstopt.
dit wordt er weg. Bis de volgende keer. Op naar de derde helft. Die ouwe hoor ze niet met cupjes en moertjes. Dat kind ze wordt goed overleg. Op een van de mooiste pleinen van ons krijtland werd in september een uniek open-air concert georganiseerd. In Vaals werd het Von Clermontplein hiervoor omgetoverd tot een concertarena. In de hoofdrol ziet u de bekende Vaalse bariton John Brugler. Hij maakte een muziekreis door de verschillende eeuwen. Kijkt, maar luistert u vooral naar een bijdrage over het Claire Moretti-concert. Welkom. Een bijzonder woord van dank mag ik uitspreken aan alle sponsoren die dit festijn mogelijk gemaakt hebben. En ik mag u vertellen en verklappen, het is geen sinecure. Daarmee wil ik zeggen dat het een gigantisch belag is geweest wat de sponsoren hier in deze regio en Euregio hebben opgebracht. Daarbij zijn wij als stichting Kunstevenementen Vaals zeer, zeer overtevreden. Dames en heren, namens het gemeentebestuur van Vaals heet ook ik u uiteraard van harte welkom. U zult na afloop, ben ik nu al van overtuigd, aangeven dat u met veel plezier hier vandaag aanwezig bent geweest en dat de wens uitgesproken zal worden dat we volgend jaar weer een dergelijk evenement zullen organiseren. Ja, dat is bijna een gegeven nu. Ik hoop dat u een hele genoeglijke avond gaat beleven. Ik ben ervan overtuigd. We zijn er trots op dat we dit vandaag hier in Vaals mogen meemaken. En we wensen jullie voor vandaag heel veel succes voor morgen. En we hopen uiteraard dat het niet bij één keer blijft en niet eenmalig is, maar dat we volgend jaar een reprise zullen hebben en het jaar daarna weer. Nogmaals, een hele genoeglijke avond toegewenst. In de eerste plaats is het voor mij een groot genoegen om in de meest Europese van de Nederlandse gemeenten te gast te mogen zijn vanavond. Hier zitten we zo dicht op de grens dat we alle voordelen, maar ook alle nadelen van die positie dagelijks aan de lijve ondervinden. We zien ook dat onze regio zich zo ontwikkelt dat de oriëntatie die toch zelfs vanuit Vaals generaties lang op de rest van Nederland is geweest, zich steeds meer in de eigen regio begint te richten. Economisch wordt dat steeds meer zo, ook qua verkeer wordt dat steeds meer zo, maar ook cultureel wordt dat steeds meer zo. En vooral in een tijd in ons land dat we steeds meer de neiging hebben naar binnen te kijken, de blik te sluiten voor wat zich in de rest van de wereld afspeelt, is natuurlijk onze regio een voorloper in het weer openen van de luiken, in het weer de capaciteit ontwikkelen om de wereld door de ogen van een ander te zien. Wat ik wilde zeggen is, laten we ook elkaars culturele diversiteit genieten, van elkaars talen genieten, niet de makkelijke weg kiezen om dan maar Engels met elkaar te praten. Maar laten we ook gewoon proberen elkaars taal te leren kennen. En nu, dat betekent natuurlijk in deze regio dat ze op plat was eindigen aan onze schitterdheid. En ik wens je een geweldige op. Thank you.
Welkom beste kijkers van Omroep Krijtland. We worden deze avond getuigen op de generale repetitie van het concert Claire Moretti. Van dat geweldige concert wil voor u de beelden en een paar impressies van interviews met Lu niet onthouden. Ik zou zeggen, kijken en genieten. Du nimmst een groot deel van de organisatie op de schouder. Kan ze me eens iets vertellen over de organisatie van dit wonderschone concert? Nou ja, dat is een wonderschoon concert. Daar zijn we eigenlijk van overtuigd. Het is natuurlijk een grote organisatie, want er zit natuurlijk met logistiek en organisatorische problemen. Daar hebben ze ja, het terrein wat ze dus eigenlijk zich moest aanpassen aan hetgene wat ze dus ter beschikking had. En wanneer ze dat toch ziet, dat voor in een jaar ziet, met een maand of vier, toch dat bereikt gaan, wat noemen we dus namelijk steeds. Dan denk ik dat voor stoels kunnen zien, dat voor het programma ervan kunnen organiseren. En voor jezelf zo je samenwerking met de John Breukler, met al die koerenoesvals, met die muziek, met alle lui wat hij bij je draagt aan. Wie ervaart ze dat? Wie had ze de afgelopen week ervaren? Ja, het is een beetje heenkomen. Ik woon al een paar jaar, of een jaar of tien niet meer vals. Maar ik blijf natuurlijk in de richting Velser en het maakt me enorm veel stoels. En ik had nog met spas gewerkt voor het Jans evenement te kunnen realiseren. En natuurlijk met de zon, voor Hanna Lummer een droom gehad. 15 of 12 jaar geleden, toen waren ze een dansshow in de hal, ook in de sporthal. En dan hadden we over 200 keer gezegd van, wanneer hij het had, dat jullie samen zijn erbij zetten. En dat is fantastisch. Jo, een grote organisatie, kunnen een hoop promotie bij, is er een hoofdgeld met je munt? Vertel me eens over. Nou ja, voor dat Janssen, wat ik graag had op de beste zetten, de Janssen logistiek, alle voorzieningen die we moeten treffen, kost natuurlijk enorm veel geld. Maar voor Spreijs dus gelukkig dat we dus met dankzij de overheden, met name de gemeente Vaals, maar ook de Originalen en de provincie Limburg, en een groot deel van sponsoren het budget gaan krijgen of nu houden om dat groot spektakel op de beste zetten. Wat natuurlijk enorm belangrijk is, want er zit toch jou te spreken over 300 uitvoerenden die dus ja, op het podium steunt. En van solisten tot zangers tot muzikanten. En dat had ze onze zon in de hoofdrol. En we hadden de totaliteit ongeveer een maand of 112 aan medewerkers. Waarvan het grootste gedeelte vrijwilligers is, waarbij we dat ganse kunnen realiseren. Ik zit hier met Jo Keen. Jo had een grote inbreng in het Janssen verhaaltje. Jo, wat is de taak vanavond? Ik ben dus vanavond degene die de geschichte vertelt. De geschichte van Claremont en Moretti. En zu dieser Zeit heb ik toch schon de gelegenheid om door die geschichte heen de bijpassende muziek te zingen. Indem ik, als het ware, een masterclass heb. Wie hast du het ervaren, Jo? Ich habe mit der Kur gesprochen, ich habe mit der Organisation gesprochen. Sie sagen allemal die Zusammenwirkung zwischen der Kur und der Musik und der John und der ganzen Leute drumherum muss so gewaltig sein. Wie hast du het ervaren, deswegen? Ich nehme an, dass sie flink jetzt in der Wehre wie bist, flink jetzt Stunde hey, anbestehen hast. Wie hast du het ervaren? Na, allererst ist es natürlich eine ganze Zeit her begonnen. Ich muss sagen, hat mich eigentlich auf jeden Moment schon overvallen. Met ze zagen dat en dat kunnen stoeren en doe bis mijn master. En op dat moment word je het, dat wordt niet meer nee, je ze zagen. En op dat moment, ja, overleid ze met hem, we gaan voor stunden lang in de jade
je zeis en overlaat van wie weet je schiste lopen, welke nummeren passen. En hij had natuurlijk toch al een gewisse idee van wat er allemaal erin moest komen. Dat is allemaal een gewisse rijenvolle geplaatst worden. Ik had gekeken of ik er een schiste bij kon maken. En dat wordt niet allemaal leerd. En gelukkig zijn we toch zo lang hier begonnen dat voor eigenlijk bis voor een paar dagen nog je schliffen hand om het allemaal ja, anständig te krijgen. Het is een generale repetitie met een speciaal publiek. Daar gaat hij de Lui van de Zonnebloem zitten. Ik zou zeggen, ik wens je veel succes en een schone avond. Dat zou wel leuk zijn. Sporken, dirigent, goedenavond. Vanavond generale repetitie. Vertel me eens, wat had u de afgelopen week allemaal meegemaakt? Ja, ik doe het misschien op het Duits, want het is mijn moedertaal. We hebben een zeer anstrengende Woche hinter en ook nog voor ons met zeer vielen Proben. We hadden gestern schon geprobt. We hadden vorgestern Probe. Gestern waren wir zum ersten Mal hier. Es war sehr kalt, es war schwer, auch für die Instrumente. Aber es macht letzten Endes allen Beteiligten einen Riesenspaß, bei so einem tollen und großen Projekt dabei zu sein. Es ist für Sie natürlich einfach, mir ein paar Fragen zu beantworten, was der Musik betrifft. Können Sie mir was erzählen über die Stücke, die heute Abend gespielt bzw. gesungen werden? Ja, da kann man sehr viel zu sagen. Ich würde zuerst mal sagen, was sehr spannend ist bei dem ganzen Projekt, das ist die Vielseitigkeit in der Musik. Also es wird klassische Musik geben, es wird Wagner geben, es wird sehr volksnahe Musik geben. De Bank beispielsweise ist auch dabei, das kennt jedenfalls jeder. Und ich denke, dieser Mix ist eine sehr spannende Sache. Und ich muss sagen, wir haben ja auch eine Rahmenerzählung. Eigentlich die Handlung hat ja unser Präsident Jo Kern geschrieben. Und es ist ihm gelungen, also von den unterschiedlichsten Musikstücken eine Einheit herzustellen, die absolut überraschend ist. Ich stehe hier bei Renate Rothbauer. Guten Abend. Hallo. Renate, ein sehr großes Konzert, Chor, Musik. Erzähl mir jetzt hier. Ja, het is een ganse belevenis om natuurlijk met zoveel verenigingen samen zo goed op poten te zitten. Het idee komt van John Brugler en ik ga daar zelf zangles. Hij had connecties met Cecilia die dadelijk meetunt. Ik ga twee koeren die meetunt. En ja, omdat het daar koeren en harmonieën van de gemengde volks waren. En naar Burgen, de Belgen doen natuurlijk ook met. Hou voor zich uit van, nou, dat moet voor velen natuurlijk ook vrouwen. Het gemengd koer met haar Hans Gerkens, is ook hij. En zoveel mensen met de naast, waar, dezelfde kant op te krijgen. Dat was zo leuk om te doen. Want we hadden allemaal ons eigen puzzelstukjes, eigen studeerd. Nieuwe muziek, bekende muziek. En ja, goed. En dat is in de laatste weken. En we zijn samen gewoon te repeteren. En dat is allemaal ja, wie een puzzel in één gevallen. Emmanuel Pleijers, goedenavond. Ook een van de dirigenten van dit concert. Ja. Samen met Gerard Sporken. Wie had er het ervaren? Vertel me eens, Gert. Nou, ik moet zeggen, heel prettig eigenlijk. De samenwerking gewoon met Gerard Sporken. Ook met de harmonie en met name met de andere koren. Is heel prettig verlopen. We zijn natuurlijk al heel lang van tevoren begonnen. Dat wil zeggen, we hebben eigenlijk ongeveer anderhalf jaar geleden. Hebben vooral eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken. Om eens te goed overleggen wat de mogelijkheden waren. En toen is langzamerhand dat programma gegroeid. En ja goed, dat hield natuurlijk in veel overleg, met name tussen de koren uit Veilen en Waalwieler met Renate Rothbauer en Hans Gerkens. En ja goed, uiteindelijk het programma is samengesteld door John zelf, John Brugler dus. Die had uiteindelijk, is dat diverse keren komen loesteren bij de koren en had een aantal stukken geselecteerd. Maar goed, hij is uiteindelijk verantwoordelijk geweest voor het samenstellen van het programma. Nou ja, en vervoeren uit als wie hij het programma had samengesteld. Dat is eigenlijk zijn concert, hij had het concert samengesteld.
Linders, voorzitter van de Zonnebloem. Geweldige ervaring voor u, denk ik, deze avond om hij met de Zonnebloem aanwezig te zien. Vertel me eens wie dat tot stand is gekomen en met wieveel maanden hij zit deze avond en wie dat het ervaren had. Ik moest beginnen met te zeggen dat ik vicevoorzitter ben, maar goed, dat is een kleinigheid. En ja, wie zult voor dat zo komen? Vorig jaar had John Brugler in de Schouwburg in Heerlen een uitvoering gehad samen met het LSO. En omdat hij dus een grote sponsor is van de Zonnebloem, hou hij door een generale repetitie ingelast waar alle zonnebloemers hen konden gaan. Nou, dat was ook een geweldig succes. Er waren zo'n 850 mensen, dus gehandicapten en eenzame ouderen. Want dat is de doelgroep van de Zonnebloem. Dat ik dacht van, goh, dat zou hij misschien ook leuk zien. En inderdaad, er ziet, het is een avond voorhand tussen een generale repetitie kunnen creëren. Waar de Zonnebloemers tegen een gereduceerde prijs dan, tegen een zeer gereduceerde prijs moet ik zeggen. Ook dankzij sponsoring, hij kon te zien. Goedenavond mevrouw Kroot. Goedenavond. Daar zit hij lekker in de rolstoel, lekker dik in je pak. Daar je vanavond genieten van een heel schoon concert. Ja, dat hoop ik wel. Ik hoop dat ik genieten kan en ik ben hier ook vroeger voor. En wie had ik uitgenodigd om deze avond tijd te zien? Van de Zonnebloem. Van de Zonnebloem. Van de Miersafdeling Vaals. Oh, geweldig. En dan zit hij nog met meer van de Zonnebloem. Ja, sowieso. Ja. Wanneer ik dat zo heng. Wel, maar het zult dan weer een stuk of zijn. Nou, dan hoop ik dat u deze avond een ganse schone avond had. Ja, ik vind het schitterend wat zij gemaakt hebben. Wat een organisatie dat is. Enorm. Ondanks dat er misschien kouveus kreeg deze avond, zodat hij vroeg dat hij zit. Maar voor wat, dat is niet zo slim. Hij voor mij zit, mevrouw. Heusje. Mevrouw Heusje Oetlemies. Mevrouw Heusje, daar komt hij op een concert. Wat had u met muziek? Heel veel. Ik vind muziek allemaal mooi. De man en de jongens hadden de meisje maar in de harmonie gespeeld, zolang wie ze daar gewond hadden, de jongens. En de man is hier lang in het bestuur geweest, maar we zijn echt verhotten alle niet van muziek. En tenminste van zo'n concerten. En ik stond bij de Sjaak Loeks. De Sjaak Loeks is bij de Harmonie. Sjaak, du hast ongetwijfeld ook die centje bijgedragen deze week. Vertel me eens. Ja, ik sta verzond iedere dag bezig. Met alles met repeteren en opbouwen enzovoort. En materiaal schleven van ik naar de andere. En ik vind het is een uitdaging. Wat misschien maar één keer op de 100 jaar voor kunnen. En het is geweldig. Van vrije stroop naar vereniging kunnen beginnen. Bij een paar dames van het koor. Die dames zijn vanavond ook mee toe aan het concert. Het is de generale repetitie. Dames, daar had al bestemd het stonden eerst horen. Wie had dat ervaren deze week? Wie was dat samen een concert met de John Brugler? Ja, dat was geweldig. Dat was gewoon een uitdaging. Jij vindt wat nooit meer meemaken. Zo schön is dat. Zoveel. We hebben een paar maanden voorbereidingen gehad. En nu dat is een avond, gisteravond repetitie nog. En nu dat is een avond generale. Ja, dat is geweldig. Het is gewoon een uitdaging, een belevenis. Zijn er een hoofddinger bij die er had moeten bijleren? Of zat er van het loog toch wel in het genre waar we mee bezig zijn? Nou, niet echt. Want er zijn bepaalde liedjes heb ik toch opnieuw weer moeten instuderen. En
Maar over het algemeen hebben we toch wat voor ons eigen repertoire hebben. Maar dan zijn er inderdaad liedjes die voor me moeten bijleren. Maar dat was een hele mooie ervaring. Zo, beste kijkers, onze aflevering van deze week zit er weer op. Fijn dat u weer keek en graag tot de volgende keer.